We gaan het hebben over metaforen zoals schooltassen en kluisjes. Waarom doen we dit? Je hersenen slaan informatie op zoals een schooltas en een kluisje. Hiervoor gebruiken je hersenen twee verschillende systemen. Het werkgeheugen en het lange termijn geheugen. Je werkgeheugen is als een schooltas. Het is klein. Het kan niet veel bevatten. Meer dan dat, er vallen wel eens dingen uit. Maar het is echt handig. Het bevat alles waar je bewust aan denkt. Daarom heet het het werkgeheugen. Je kluisje is je lange termijn geheugen. Het is op de achtergrond, in de gang. In een kluisje kun je veel meer informatie kwijt dan in een schooltas. Maar soms zit er zoveel spullen in je kluisje dat het moeilijk is om te vinden wat je zoekt. Je aandachtspan bevindt zich in je schooltas, dat wil zeggen je werkgeheugen. Daarom herhalen we iets wat we tijdelijk willen onthouden. Zoals namen of telefoonnummers, of een lijstje met klusjes dat je moeder je net heeft gegeven. Je helpt je aandachtspan vol te houden, misschien totdat je het kunt opschrijven. In feite is het opschrijven van dingen een manier om je aandachtspan te helpen vol te houden. Je aandachtspan heeft een aantal unieke kenmerken. Het is bijvoorbeeld elektrisch. Het kan niet alle informatie vasthouden. Soms moet je daarom iets opslaan in je lange termijn geheugen. Hier is een voorbeeld van een mentale lijst. Wandel met je hond. Ruim je kamer op. Maak je huiswerk. Als je probeert om nog meer items toe te voegen aan deze lijst, ga je het waarschijnlijk vergeten. Je werkgeheugen heeft niet genoeg vermogen om dit vast te houden. Hoe maak je je aandachtspan dan wakker? Door je te focussen op de informatie. Ben je ooit een naam vergeten net nadat je hem hoorde? Je was je niet aan het focussen. Als de aandacht slaapt, kan hij de informatie niet pakken. In ieder geval kan je aandachtspan moe worden. Het kan maar een korte tijd informatie bevatten, misschien 10 tot 15 seconden. Dan begint de informatie namelijk weg te glippen. Tenzij je concentreert of het herhaalt in je hoofd, om de gedachten te houden. Als je iets lang wil onthouden, moet het ergens anders heen. Ergens veiliger dan je werkgeheugen. Wat te doen? Het moet naar je lange termijn geheugen. Naarmate mensen ouder worden, in de 60 en ouder, kan hun aandachtspan losser worden. Maar zoals ik later zal vermelden, kunnen videogames in actiestijl helpen om die greep weer steviger te maken. Onderzoek heeft aangetoond dat videogames de aandachtscapaciteit van een 60-jarige persoon kunnen terugdraaien naar die van een 20er.